Bakker, zeg het maar. Waarom ben jij de slimste speler van de Eredivisie? Nou, dat wil ik zeker nog niet zeggen bij voorbaat. Maar ik hoop dat ik een beetje de vragen goed invul. En dan ben ik benieuwd hoe hoog ik eindig. Wat is jouw achtergrond qua opleiding? Nou, niet zo bijzonder veel. Ik heb het Atheneum afgerond en daarna 4 jaar niks gedaan. Toen ik bij Zwolle in het eerste ging voetballen. Op wat voor vragen zit je absoluut niet te wachten? Biologie, natuur, dat soort dingen ben ik al vrij slecht in. Dus dat liever niet. En waar ben je goed in? Ik denk dat ik wel goed ben in wiskunde, taal, geografie. Oké, nou gaan we beginnen maar. Succes hè! Dankjewel. Voorzitter van de FIFA was Havelange. Dit was de UEFA. Voorzitter, okay. Johansson. Sovjet-Unie won als eerste het EK. Eerste 3 fout. De eerste 4 zelfs, want de Champions League finale is in San Siro. Oh god. Twijfelde je hier? Wat is de Nederlandse vertaling van het Duitse woord meer? Nou, meer was het sowieso niet. Want dat is dan zee, zeg maar. Mm-hmm. En ik dacht dat het misschien in Duits precies omgedraaid was. Dat zee meer was en meer zee en ja. Vice versa. Maar... Dat klopt. Ja. En gebarbecued heb je ook goed gespeeld. Nou, mooi. Volle pond. Lekker. 7 punten. Dat scheelt. Welke stad ligt het zuidelijkst? Barcelona, Madrid, Bilbao of Santander? Ik twijfel tussen die laatste 2. Maar het is Madrid. Oh. Nou, gaan we optellen. Volgens mij heb je het heel goed gedaan. Ik hoop het. De sport en de voetbal hebben een beetje genekt. 43. 49 punten. Nou, dat is heel, heel goed gedaan. Ja? Ja. Ik zal nog niet verklappen... Oh, ik dacht ik ga nou horen. Goed. Maar nou, ik kan in ieder geval volgens mij wel feliciteren met een topklasserie. Dankjewel. 49 punten. Ik hoop het.